eerste officiële paal van de sportaccommodatie Benedenveer werd op zaterdag 5 november 2016 de grond ingeslagen. De sporthal wordt de nieuwe thuishaven van volleybalvereniging Sliedrecht Sport. Ja, dit is een fantastisch gevoel. We hebben lang hier naartoe gewerkt en het is mooi dat we nu eindelijk aan het bouwen zijn. De sporthal wordt de nieuwe thuisbasis van volleybalvereniging Sliedrecht Sport. Maar Sporthal Benedenveer wordt ook het podium voor andere zaalsporten en sportevenementen. Behalve de zaal beschikt de nieuwe hal over een sportkantine, een businessruimte, een krachthonk en voldoende tribunecapaciteit. Voor Sliedrecht Sport is de nieuwe hal een mooie stap vooruit. Nou ja, de laatste jaren zijn we wel belemmerd geweest in de groei omdat we te weinig capaciteit hadden. En daarom is het goed dat er veel capaciteit bij komt in Sliedrecht. En ook van een hoog niveau. En ik ben ervan overtuigd dat dat goed is voor de club en een nieuwe impuls gaat geven. Jarenlang was Sporthal De Stoep het vaste onderkomen van de Sliedrechtse volleybalvereniging. Regelmatig werd er geklaagd over de hoogte van het dak. Met de komst van de nieuwe hal komt daar in ieder geval een einde aan. Nou, het dak bij de Sporthal De Stoep is 7 meter. Dit dak is vrije ruimte 9 meter. Maar eigenlijk nog een beetje meer, want tussen de spanten kan ook een balletje komen en dan gaat het ook nog goed. Dus het is echt een hal die aan internationale eisen voldoet. Dan is het moment daar. De eerste officiële paal gaat de grond in. Hoe lang gaat het nu duren voordat die sporthal daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden? Ja, er staat 10 maanden voor. Dat is best een hele krappe planning, maar we hebben een goede aannemer en we hebben echt vertrouwen. Als er niet te veel vorst komt, dat die 10 maanden gerealiseerd gaat worden. De eerste officiële paal zit in de grond. De volleybalvereniging Sliedrecht Sport is een stap dichterbij een nieuw onderkomen. Nu tot slot, hoe gaat dit gevierd worden, deze eerste paal? Ja, we gaan straks nog wat toespraken houden. We heffen er het glas op. We vieren het vandaag wat ingetogen. Maar des te uitbundiger zal het zijn als de zaal geopend wordt in augustus volgend jaar. Zaterdag 5 november demonstreerde een groep mensen uit Sliedrecht en Dordrecht tegen het chemiebedrijf Chemours DuPont aan de Baanhoekweg. We gaan dadelijk een demonstratie richting DuPont krijgen. Wat is de reden daarvan? Nou, de reden is de onbezorgdheid die hier is in Sliedrecht met het gebeuren wat bij DuPont gebeurt. Uit de lucht is gekomen en in de lucht is gekomen. En daar willen wij aandacht voor vragen. En hoe bent u spontaan aan dit initiatief gekomen? Nou, een hoop boosheid is er hier in Sliedrecht, bij burgers, maar ook bij Kees en bij mij. En toen hebben wij eens gezegd, jongens, daar gaan wij eens wat aan proberen te doen om iedereen eens wakker te gaan maken. Want dit kan niet, dit mag niet, maar het gebeurt wel. En dat moet stoppen. En dat moet stoppen. Nou, we hebben begrepen dat het zelfs al doorgedrongen is tot Den Haag. Verwacht u daar dan ook daar vandaan wat verbeteringen? Ja, zeer zeker, zeer zeker. Dat is ook de bedoeling. En het wordt tijd dat de politiek niet alleen in Sliedrecht, maar ook landelijk in Nederland wakker wordt. En dat setje hebben wij gegeven. En met deze protestmars hopen wij dat extra setje ook te gaan geven. Nu zijn er al enkele bedrijfstakken dicht bij DuPont. Heeft dat ook te maken met het initiatief van vandaag? Ik denk het wel, want het is natuurlijk onder de aandacht gekomen. Kijk, het is natuurlijk van te gekke wat er gebeurd is, dat de stof de lucht in komt zonder dat men het werk heeft gemerkt. En dat heeft schade gedacht. En er zijn inderdaad een paar lijnen dicht. En men moet verbeterprojecten gaan maken, anders mag dat niet meer gaan gebeuren. En daar zijn we, ja, dat was nodig. Dat is inderdaad nodig, maar nu speelt het eigenlijk de laatste jaren pas. Voor die tijd neem ik aan dat er ontzettend veel giftige dampen en stoffen de lucht in zijn gegaan. Ja, en toen is er eigenlijk volgens mij een beetje weinig aandacht aan besteed. Ja, inderdaad. We hebben natuurlijk als burger in Sliedrecht heel veel om ons heen gekregen. Eerst de stort van Troost, toen de derde Merwedehaven. En nu DuPont en de vierde, die komt er ook alweer aan. Dus ja, wat die burger betreft zeggen ze, joh, het is genoeg. En dan zie ik daar een mooie tekst. We hebben ogen geen wereld zonder chemie, maar wel een wereld zonder ellende. Ja. Is het streven dat DuPont dan helemaal verdwijnt?
Of zeg je van, nou ja, er moet gewoon veel meer veiligheidsmaatregelen genomen worden? DuPont zal nooit verdwijnen en dat is ook onze insteek niet, maar het moet wel veilig zijn. Kijk, als een bedrijf na 2 dagen erachter komt dat er een lekkage is geweest, hoe veilig is dat? En weten wij in onze omgeving wat daar allemaal geproduceerd wordt? Ik denk het niet, maar we willen zeker DuPont niet weg hebben. Plus is bij Bram dat ze na 2 dagen erachter komen, maar de omgeving was veel later informeerd. Ja. Ik bedoel, er kan overal iets gebeuren, maar wees open, wees transparant en zeg gewoon naar de omgeving, jongens, dat en dat is er gebeurd en we hebben die en die maatregelen getroffen, maar ze proberen alles weg te moffelen, niet serieus te nemen en te bagatelliseren. En dat is het punt waarop wij tegen elkaar hebben gezegd, en nu is het genoeg. Ja. Deze groep liep de baan Hoekbrug over naar het terrein met protestborden en allerlei andere materialen. Vanaf de start waren zowel de lokale als ook de landelijke media goed vertegenwoordigd. Door de hoeveelheid incidenten van de afgelopen tijd blijken de burgers nog niet gerustgesteld te zijn met de beloftes die de directie van het bedrijf heeft gedaan. En ik ben aanwezig als burger van Sliedrecht vandaag om hen te laten zien dat ik hen ondersteun door deze uiting van onrust en bezorgdheid. Je hebt ook een mooi shirt aangetrokken. Ja, die heb ik speciaal laten maken. Er staan bepaalde stoffen op die DuPont in het verleden en op het heden, bijvoorbeeld Gen X, worden nog steeds uitgestort nu. Terwijl daar nog niet helemaal 100% zeker over is. Is dat veilig voor mensen? Wat veroorzaakt het in het milieu? Wat doet het allemaal precies? Nou, maar dat mag volgens de wet en regelgeving mag het wel gewoon uitgestoten worden. Tussendoor staat DuPont veel. Nou, gezien het verleden, internationaal, ik kijk breder dan alleen maar de Sliedrechtse of Dordtse zijde, zeg maar. DuPont internationaal is aardig aan het falen op duurzaamheid, op gezondheid en op zorg, veilig werken voor de mens en milieu. Dus waarom ik zelf meeloop is gewoon veel breder voor mezelf. Ook aan de Dordtse kant welkom op de 5e november, waarbij wij, hoe komisch dan ook, gastvrij onthaald worden bij het chemiebedrijf DuPont, nu Gemoer. Dat Gemoer is voor mij enorm wennen. Ik ben de zoon van uiteraard mijn vader, dat spreekt voor zich. Maar mijn vader was een van de eerste 10 werknemers bij dit bedrijf en heeft 31 jaar lang op directieniveau hier rondgesprongen. Dus ik ben van huis uit bijna opgevoed met DuPont in mijn genen. En als geen ander weet ik dat als hij zou weten wat hier nu gebeurt, zich zou omdraaien in zijn graf. Want de echte DuPonters, de vroegere DuPonters, zijn hier geheel niet blij mee. Daarnaast ben ik bewoner van Sliedrecht en woon in het gebied wat de RIVM aangewezen heeft als het gevaarlijke gebied. Dus onder één hoofd zitten 2 petten en ik ben ze allebei dierbaar, maar op dit moment echt het gevaar voor mij, voor mijn gezin, voor mijn buurt, voor mijn omgeving, voor mijn Sliedrecht en mijn Dordrecht. Want wij worden niet beschermd. En dat willen we graag. Dames en heren, ook van mijn kant goedemorgen. Mijn naam is Willem Buitelaar. Ik ben lid van het managementteam van de firma DuPont hier in Dordrecht. Laat ik allereerst zeggen dat ik enorm veel respect heb voor u dat u hier naartoe gekomen bent. Dat u laat zien dat u zorgen heeft over de activiteiten die bij ons op het terrein plaatsvinden. Ik wil daar meteen aan toevoegen dat wij als DuPont een bedrijf zijn dat veiligheid en gezondheid heel hoog in het vaandel heeft. We hebben de afgelopen
periode een aantal incidenten gehad en daar zijn we niet trots op. Die incidenten zijn voor ons aanleiding geweest om de productie op dit moment tijdelijk stil te leggen. We nemen een aantal andere acties. We voeren studies uit, nemen acties die daaruit voortkomen en zullen de productie pas weer opstarten op het moment dat dat verantwoord is. Wij zullen ook meer met u in contact treden. Wij zullen meer met u communiceren. We hebben daar al een aantal activiteiten voor opgezet. We hebben een website in het leven geroepen. U heeft ongetwijfeld een advertentie gezien de afgelopen dagen in de lokale media. Wij zijn weer een nieuwsbrief aan het voorbereiden die verspreid wordt huis aan huis. En wij zijn samen met Gemoers bezig met het opzetten van een burenraad om structureel met u in contact te blijven en in gesprek te blijven. Dupont is een bedrijf dat een 200-jarige historie heeft op het gebied van veiligheid en gezondheid. Uw zorgen nemen wij uitermate serieus en dat zullen we blijven doen. Daarvoor willen we ook heel graag met u in gesprek blijven. Maar neemt u van mij aan dat veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel staat bij Dupont. Ja, goedemorgen dames en heren. Mijn naam is Erik Meijer. Ik ben de directeur van Gemoers. Samen met Dupont opereren wij hier onze fabrieken. We hebben dezelfde historie zoals jullie weten, maar we zijn nu echt twee verschillende bedrijven. Ik heet jullie allemaal welkom. Jullie komen hier, op de flyer staat het heel duidelijk. Jullie accepteren en jullie weten dat chemie onlosmakelijk verbonden is met ons dagelijks leven. Maar jullie willen geen ellende. Gezondheid moet op de eerste plaats komen. En Gemoers is het daar hardgrondig mee eens. Dag in dag uit zetten onze mensen hier in de fabrieken zich in om het hier veilig en zo serieus mogelijk aan te pakken, onze producten te maken en het elke dag beter te doen. Elke dag beter voor onze werknemers, maar ook voor u. Dat zit bij ons in de cultuur van hoog tot laag begrepen. En ik begrijp dat jullie hier staan, want jullie zijn ongerust. Maar het doet ook pijn. Pijn voor onze mensen, de mensen die ook bij jullie in de buurt wonen, die hier al 30 jaar werken en wonen, dat dit nu gebeurt. Want zij wonen hier, zij werken hier en zij maken producten die u en ik dagelijks nodig hebben. En dat is niet alleen de Teflonpan die we hier gebruiken. Auto's rijden niet zonder onze producten. In de auto's zitten kabels onder een motorkap, die zijn van Teflon gemaakt. Wifi-installaties bevatten dunne filmpjes Teflon. Zonder dat werkt wifi niet. En in ziekenhuizen zijn de infusen gemaakt van onze producten. Veiligheid blijft nummer 1. Veiligheid voor jullie, veiligheid voor onze mensen. En dit bedrijf, ook in het verleden, staat aan de top van de chemische industrie qua veiligheidsgebied. Dat is algemeen erkend. En onze bedrijven, is dit ook echt in de cultuur van dit bedrijf. Een passie voor veiligheid. Wij willen het elke dag verbeteren. Wij willen dit goed doen. Dat is ons commitment. Wij gaan het uiterste doen om het vertrouwen bij jullie te herstellen. En jullie zijn dus niet voor niets gekomen. En wij zijn nu aan zet om te zorgen dat wij hier wat aan gaan doen. En binnenkort zullen jullie daar meer over horen. En ik wil jullie bedanken dat jullie zijn geweest. En ik wil ook jullie straks op de weg terug naar huis een veilige terugreis wensen. Dank u wel. Hartelijk welkom, vrienden uit Sliedrecht. Welkom pers. Niet geheel onbelangrijk in deze kwestie. Welkom politiek. Ik zie er velen. Aan u, na dit evenement, heeft u een hele hoop werk te doen. Aan de slag. Niets meer onder kleedjes schuiven. Gewoon in alle openheid debatteren met dit bedrijf.
Geef uw wetenschappers, geleerders op uw eigen laboratorium de kans. Geef ook anderen de kans om onderzoeken voor u te doen. En ik denk dat misschien dat er wel een paar producten niet meer geproduceerd kunnen worden. Maar als het helemaal groen kan en het liefst helemaal nul uitstoot meer. En onderhoud uw materiaal, want al die pijpjes en die slangetjes die zijn allemaal in elkaar gezet met boutjes, moertjes en schroefjes. Doe ze allemaal een keer los, allemaal in de olie zetten. En zorg dat er geen lekkages meer kunnen ontstaan. En beloof mij, directie van deze bedrijven, dat u schoner gaat denken en schoner gaan handelen in het belang van ons allemaal. Neem dit allemaal mee naar huis straks, als u over de brug teruggaat en de paar dorpenaren daar zijn. Behandel het ook thuis aan uw eigen vergadertafel, bij uw eigen verjaardagsfeestjes. En er is beloofd door de twee bedrijven beterschap, maar wij moeten wel de gelegenheid krijgen om daar zicht op te houden. En er moet meer duidelijkheid komen, meer openheid. En dat was het voor mij. Dank u wel. Het is niet meer aan initiatiefnemers. Het is niet meer aan Dupont. Of Nemoer. Of hoe ze ook mogen heten, Gemoer. Het is aan u. U heeft volksvertegenwoordigers gekozen. En die horen hun werk te doen. En u dient die volksvertegenwoordigers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, want zij moeten namens mij en u de boel in de gaten houden, de boel van regels voorzien en die regels handhaven. En dus niet minder regels, maar meer. Rest mij ongelofelijke dank uit te spreken aan de initiatiefnemers van deze dag. Bram de Winter, Kees van der Hel en Hans van der Slot. Dank u wel. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Wil je nou nog meer lokale televisie zien? Abonneer je dan op het YouTube kanaal van Merwe TV. En vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en natuurlijk onze website merweRTV.nl.